Excel en welkom bij een gloednieuwe serie. Dit is Server Survival. Ik doe dit op mijn eigen server en ik ben vandaag met... Xcraftbox. Nou ja, Chin-Chin. Zo te zien, ik heb gewoon random coördinaten ingetikt waar ik naartoe wil tp'en. En zo te zien hebben we een village. Maar kom, we gaan weer eerst even wat hout hakken. Oh, nou ik sta hier bovenop de kerk. Spring wel even naar beneden. Oké, kom. Dan gaan we hier hout hakken. En we doen gewoon met essentials, comments en zo, /@home en al die dingen. En binnenkort komt er ook eens een shop in de server. Dan gaan we daar ook mee misschien wel spullen kopen. Mijn rennen houdt er steeds mee op. Oké. Ik ga wat suikerriet planten. Oh nee, ik begin al te verhongeren. Hij staat natuurlijk op hard. Ik heb gewoon één dingetje kwijt, Bas. Oh, ik zie bomen. Ik zeg even dat nu opnemen. Ik heb dit suikerriet opnieuw geplant. Als jij wat hout gaat hakken, plant ik dit suikerriet. Ja, ik vind hier nou net wat bomen. En zo, ik zag net ook al een desert tempel. Daar gaan we zo meteen ook naartoe. Cool. Zo, ik ga ook wat hout hakken. Ik ga bijna dood van mijn honger. Ah, je zijn ook koeien, mooi zo. Echt, dat jij gewoon doodgaat van de honger. Ik heb pas maar 2 van die vlees weg. Lol, ik heb nog maar 3 over. Je verhongert echt snel. Oké, hoeveel hout heb je al? 8. Ik heb ik ben bijna klaar met de tweede boom. Oké, nu heb ik er 10. Maar ik doe allemaal van het bruine hout, niet van dat grijze met zwarte stipjes. Wacht, ik zet even mijn texture pack aan. Ja, hier zit ook een grot. Waar ik nu aan het hout behakken ben. Minecraft doet een beetje raar. Ja, daar gaan we dus nog wel een keer in kijken. Er zit iron en zombies en skeletten, maar ja. Ja, daarom. Dat doen we wel een keertje. Oh, en hier zit er ook al eentje, echt, hè? Met kool. Wow. Oh, kut. Zombies. Kut, hij heeft me in de grot geslagen. Ik ben dood. Weet je nog waar het was? Mijn hout ligt nu in de grot. Ik zag het niet en toen was er een zombie en die sloeg me. Doe /back. Ja, maar dan kom ik toch weer in die grot. Ja. Maar hoe moet ik nou naar boven? Dus gewoon niet. Ik weet niet waar jij bent. Als ik nou wist waar je bent. Oké, dit is echt een beetje houtverspilling. Ik ga wel meer hout hakken. Maar ik ging even iets maken van hout, zodat ik naar boven kon. Anders zou ik echt voor heel in die tempel, in die grot zitten. Maar nee, we hebben genoeg hout hier. Ik heb even een houten zwaard gemaakt. Oh, een houten zwaard is goed. Ga ik zo ook nog even maken. Het wordt al donker. Lekker. Ik heb 1 koe dood gemaakt. Oh, een kip. Hoi, kip. Hier zijn ook nog varkens, die kan ik ook doodmaken. Dan hebben we wat voedsel. Echt zo lollig, want ik weet echt niet meer waar het dorp was. Ik zie jou. Waar ben ik dan? Links, achter je. Waar? Ik zie jou echt niet. Hier, links, waar ben je dan? Hier. Oh, daar. Hey. Kom naar het dorp. Ja, ik wist even niet meer waar het dorp was. Dan plant ik nog wat van dit. Van dat gekke suikerriet. Maar ik maak even een zwaard snel. Ik heb gewoon een pijl al in me. Zo, hout, crafting table. Een zombie. Waar dan? Hier. Klo, yo, pak hem. Ja, zo. Ja, ik maak snel even, heel snel even een zwaard. Het is handig. Okay. Voor mij. Ik ga even in een huisje zitten, zodat ik niet opeens kan geschoten of whatever geworden door een zombie. Ik neem hier wat aardappelen mee.
Zo. Oh, de deur moet natuurlijk wel dicht. Snel even een zwaardje maken. Sticks. Zo, per sticks. Goed. Ik ga hier tegenover. Ja, hier zitten 3 villetjes in. Ik ga wel ergens anders. Hier zit niks in. Maar later ga ik ook een ijzeren deur plaatsen, want dat is wel wat handiger. Wow, daar zijn 4 of 5 zombies. Die proberen het huisje in te komen. Lollig. Dan komen ze allemaal op mij af. Maar ze gaan volgens mij liever naar villagers, tenzij jij ze slaat. Ja, dat snap ik. Drop 10 aardappel de zombie. Wauw. Daar gaan we nog naartoe zo meteen, naar die tempel, als het dag is. Oké, ik ga hier graven. Ja, ik heb even een pickaxe en een wood axe gemaakt. En een zwaard. Maar ik ben al steen aan het verzamelen, dus woede spullen hebben we niet echt meer nodig. Nee, maar vooral nu gewoon even crafting table even slopen. Nee, wacht, die laat ik anders hier wel gewoon staan, want ik ga hier denk ik wel wonen. Nou, we bouwen wel een huisje. Nou, we bouwen wel een mooi huis, maar dit is even mijn beginhuis. Tijdelijk. Heb jij alles al naar normaal hout gemaakt? Ja. Anders konden we kool maken. Oh ja. Ik zie allemaal zombies, spinnen, skeletten. Hey, waar ben jij eigenlijk? Ik ben in een grote huisje. Oké, ik ga even zorgen dat die skelet mij niet ziet. Anders word ik door hem gepakt. Dat maakt eigenlijk niet echt uit. Maar holy shit, staat hier gewoon een zombie voor de deur. Hé. Hey. Even kijken, staat mijn brightness op zo'n hoogte, ja. Waar ben jij? Kut, creeper. Hopelijk ziet hij mij niet en blaast hij zichzelf op. Want dan blaast hij dit hele huisje op. Ik weet echt niet waar jij bent. Ik zie je naamplaatje alleen. Ik ben heel diep onder de grond. Nou, heel diep. Een eindje. Je bent gewoon onder de grond, zou ik het zeggen. Mm-hmm. Oh, je bent dus eigenlijk onder dat hout wat ik zag. Ja. Ja, oké. Okay. Steen aan het hakken. Oh, ben je al steen aan het hakken? Geweldig. Ik zie hier gewoon een creeper voor het raampje. Ja, want dan kunnen we zometeen wat vlees pakken. Hopelijk blaast hij zichzelf niet op. Want 2 redenen waarom dat niet echt handig is, want dan ben ik dood. En dan ben ik mijn spullen kwijt. En dan zit ik weer in dat huisje waar de creepers opgeblazen. Want de creeper staat nu gewoon... Ik kak eventjes weg met... Oh, kut. Ik kak eventjes mee de pickaxe kapot en dan kom ik weer naar boven. Ik zag de creeper. 1. Klojootje, wat moe je. Oh, hij staat hier gewoon voor mijn deur. Nee, ik moet eten. Anders ga ik dood. Ja, die creeper staat hier gewoon voor mijn deur te neuken. Ik heb nog maar 3/4 kluifje. Oh kut, hij mag mij niet zien. Ik kom je wel helpen zo. Hij staat hier gewoon zo lekker voor de deur. Ik ga aardappels koken. Ik wil graag niet dat hij ontploft, want dan ga ik dood. Ik zat dan nu wel een beetje bang in dit huisje te schuilen, maar... als hij ontploft, dan ben ik dood en ben ik mijn spullen kwijt. Oh kut, daar staat hij weer voor mijn deur. Ik heb een gebakken aardappel. Flojo, wat moe je? Huh? Kom dan lekker naar binnen. Ik loop hier gewoon met mijn deur te draaien en nu is hij gewoon weg. Apart. Maar hij staat er vast ergens buiten. Oh, nou kijk, daar komt hij lekker. Komt hij lekker naar binnen zo. En er stond een zombie voor mijn deur. Ja, oh, dat... nee, creeper! Er staat ook een creeper voor mijn deur. Ik ga even een stenen zwaard maken, zodat ik de creeper makkelijker kan killen. Hey, ik zie jou! Hey, Jasper! Er staat ook gewoon een creeper voor mijn deur. Ik zit al de hele dag in dit huisje, joh. Ah, creeper is dood. Te wachten tot die creeper weg is. Klojootje. Want ik wil graag niet dat hij ontploft. Kom dan maar naar binnen, creepertje. Kom maar. Ik heb genoeg voedsel, eventjes. Ik ben gewoon de hele dag met die deur aan het knappelen. Klapperen. Hij komt gewoon niet naar binnen. Behalve als ik naar buiten kom, komt hij. Oh, hij is alweer weg. Waar is hij heen? Staan er allemaal zombies voor jouw deur? Nee, staat wel een creeper voor mijn deur.
Alweer, lekker, bedankt, creeper. En een ander huisje. Ja. Oh, ik zie je, ik zie jou. Dan die zombies. Nee, zie je die put en dan ergens bij die plantage? Ik kijk nu het raam heen. Hé, staat een creeper voor mijn deur. Kom je redden. What the hell? Oh, creeper. Nou, die is lekker dood. Je zit altijd een kist in dit huisje. Echt, zit er een kist? Oh, ik heb een chestplate. Oh, nou, ik heb niks. Er zat ook diamond horse armor in. Ja, dat zie ik, want dat heb je nu aan. Nee, diamond horse armor. Voor paarden. Oh, kut, ik word geraakt. Oh, spin, spin. Een baby zombie die op een kip rijdt. Oh, ik heb dat met een iron sword in zijn hand. Wat de hel? Tok. Hey, geef me kip. Er zitten alleen maar noobs in. Hier, dit is mijn huisje. Ik ga ook verhongeren. Dit is mijn huisje. Ik verhonger gewoon echt bijna. Kom, ik heb voedsel. Ik ga even naar boven, de kerk in. Nee, hier, kom. Anne-Maria. Hier. Jas, ik sta hier gewoon bovenop de kerk. Wow, what the hell? Liggen aardappels op het dak. Aardappels op het dak. Oh, ik heb er een opgeraapt. Ik ga bijna dood. Ik heb nog maar 1,5 hartje. Dus ik ga die aardappels even opeten. Wat de hel, waarom zit hier allemaal van die beesten? Als het goed is wordt het bijna dag, dus dan kunnen we naar die tempel. Dan ben lekker alles aan het eten. Jas, je moet wel realiseren dat hier later zombies in alles spawnt. Dus je moet snel wel fakkels hebben. Er spawnen die straks allemaal daar. Ik sluit het wel af. Oké, maar ik kom even naar boven. Woepa, hey, ben er. Ik moet echt een beetje een beter zwaard, want ik heb alleen nog maar een wood sword. Ik moet een beter zwaard. Ik zie allemaal monsters buiten. Yo, ik zie een heks. Even screenshot maken. Ik heb een screenshot van een heks. Jasper, what the hell? Er staan allemaal zombies voor de deur. Dan is dat de laatste keer dat die heks op de foto screenshot heeft gestaan. Waarom? Omdat ik hem nu ga vermoorden. Ja, en Jasper, ten tweede staan allemaal zombies voor de deur te kloten. Nou, nu niet meer. Oh, Cleo's. Yo, sla mij lekker. Niet hier maar gaan staan. Yo, ik wilde... Ik ga die heks vermoorden. Oh nee, hij ziet me. Hij gebruikt potion. Slaan tegen de cactus. Hij geeft mij glowstone. Wow. Jasper, creeper en alles, al die andere Cleo's. Hey, Cleo, wat moet je hem? Nee, ik ben bijna dood. Ik niet, ik heb nog echt wel veel hartjes. Kijk, kom, dan gaan we naar die tempel. Even wat spinnen doden, dan kunnen we een wol maken. Spinnetje. Oh, daar is ook een spin. Oh, hier is ook lava. Spinnetje, kom maar. Ha, hij is bang voor ons. Oh, nee. Zo. Oh, ik heb zijn wol. Nou, zijn wol, zijn draad. Hé, hey, daar lopen koeien. Ik heb honger. Laat ze nog even leven. Hier, ik heb voedsel. Oh. Nou, eigenlijk heb ik 2 potatoes dus. Oh. Gebakken potatoes. Oké, als jij de wol gaat verzamelen, ga ik beneden kijken in de tent. Oké, ik ga dus alle wol hakken. Hakken. De pakken. Ja, pas op met die blauwe. En die, ja. En die oranje in het midden. Dat je daar niet op gaat staan als je het hakt. Nee. Wow, koe, hè? Huh? Ik sloop de hol. Wol. En toen kwam het soort van toen. Laat het maar. Oh, opeens wordt het donker. Waar? Het is net pas licht geweest. Ik neem de TNT ook mee. Oh, Jasper, staan hier allemaal lekkere beesten. Oh, ik zit nu in die grot. Ik zit nu een beetje in de tempel. Ik heb 13 goud, 4 rotten flesh, 5 rotten flesh, 10 botten. Op zich zou je hier best wel mooi kunnen wonen. 5 rotten flesh, 7 goud, 4 iron ingots, 6 botten, 7 rotten flesh en nog 4. Niet echt hele goede spullen, maar wel wat. Ik ben even al het wol aan het slopen. We hebben in ieder geval een klein beetje iron. Oh, nou, je bent hier al naar beneden gerend, joh.
Oké, die wol pakken we later verder wel. Kom. Ik heb al 20 wol, dat vind ik op zich al wel genoeg. Dan gaan we even terug naar het huisje en dan gaan we daar de aflevering afsluiten. Oké. Sneller rennen. Het zou echt los zijn, dan ga ik zo echt dood gewoon. Wow, dat zag er vet uit. Je zag al die villagers gaan lopen. In ons huisje moet je even dit doen. Moet je even dit doen. Set home survival, oké. Okay. Want dan kan je dit doen om de teleporteren. Dan kan je er naartoe teleporteren. Wacht, oh. Oké. Okay. Zo, gedaan. Home set. Ik kan ijzeren... Nee, wacht. Ik maak een ijzeren pickaxe. Oh, wacht. Ik maak allemaal screenshots. Dat is niet de bedoeling. Ik wou op F5 drukken. Yeah. Zie ik mij met mijn lelijke zwaard. Met mijn houten zwaard. Sorry. Echt. Ik heb een ijzeren schep gemaakt. Ja, maar weet je, ik ben echt een hele beginner. Want ik heb alleen maar wood dingen. En jij hebt allemaal iron en zo al. En stone. Wacht, ik ga een gouden appel maken. Een gouden appel. Jam, jam. Voor noodmomenten voor ons. Ja, vooral voor... Oh, ik heb nog 2 potatoes op, maar, over. Maar die moet ik even opeten, want ik heb er nog maar 4 van die dingetjes. Kijk in de kist wat erin zit, gouden appel. Ja, weet ik. Oh. Oké, maar dan gaan we in ieder geval nu de aflevering afsluiten. Ik ben nog even lekker aan het eten. En dan zeggen we bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.